Goedenavond, u kijkt naar het AT5 nieuws van maandag 19 januari. De politie heeft gisteravond 14 mensen aangehouden bij een vechtpartij om een gekraakt winkelpand in de Kinkerstraat. Volgens de krakers werden zij met grof geweld door een knokploeg het pand uitgeslagen. De mannen zeiden zelf recht te hebben op de winkelruimtes. Er raakten 3 krakers gewond. Een van de slachtoffers belandde in het ziekenhuis met een dubbele kaakbreuk. De knokploeg kwam het pand binnen door de gevel te slopen. Ja, rond 19:30 forceerde deze groep mannen het rolluik van het winkelpand aan de Kinkerstraat. Vervolgens sloegen de mannen de ruiten in en ging het pand in dat net die middag gekraakt was. Binnen ontstond een vechtpartij. Winkels staan al jaren leeg. Ze zijn onderdeel van de Vinkzichtpanden. Een zwaar verwaarloosd woonblok waar de eigenaar een hotel van wil maken. De krakers willen een buurtcentrum in de winkels vestigen. In het winkelpand ontstond een vechtpartij tussen de krakers en de knokploeg. Er vielen rakenklappen. 1 kraker belandde in het ziekenhuis met een dubbele kaakbreuk. Ze hebben ramen ingeslagen, alles naar buiten getrokken, mensen naar buiten gegooid. En waren heel erg agressief en heel erg bedreigend. Dus de krakers zijn er uiteindelijk ofwel uitgeslagen ofwel uitgegaan. En de mensen van de knokploeg zijn in het pand gebleven. Toen wij daar kwamen, waren er inmiddels vechtpartijen geweest. Waren de ramen ingeslagen. En op aanwijzing en verklaringen van mensen die daar waren, over en weer, zijn er totaal 14 mensen aangehouden. En die zitten op dit moment nog vast. Die gaan in verzekering en die moeten nog gehoord worden. In totaal zijn er 5 krakers gearresteerd en 9 mannen van de knokploeg. De 2 winkelpanden werden gistermiddag al rond 1:00 gekraakt. Ook toen ontstond een ruzie tussen de 3 mannen en de krakers. Een van de ruimtes kwam na 1 minuut of 5, 10 kwamen een aantal mensen die zeiden dat ze het gehuurd hadden en begonnen zeer bedreigende taal uit te slaan. Die gingen toen in de snackbar naast de winkelruimte zitten. En toen een van de krakers daar bij de deur stond, ontstond een woordenwisseling waarna die 2 mensen die dreigende taal uitsloegen de deur van de snackbar insloegen en met stoelen naar buiten gooiden.